Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het weer tijd voor een nieuwe career mode. En we gaan er weer op naar race nummer 10 naar Frankrijk. We zitten bijna op de helft van het eerste seizoen, dus dit gaat echt nog even smikkelen worden de komende tijd. Vind je career mode nou leuk? Smash vooral dan op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk als je nieuw bent en doe het belletje aan zodat je geen enkele video mist. En dan gaan wij meteen beginnen met het raceweekend. We zijn weer op het hoofdkwartier bij Williams en we hebben een hoop nieuwe upgrades die eraan komen. Verder geen nieuws, verder geen facility upgrades. We kunnen wel wat bij de R&D gaan doen en zij raden mij deze aan, maar dat vind ik een beetje raar. Ik heb net niet genoeg voor een grotere update, dus we doen even de training en dan kopen we dan wel iets. De chassis upgrade komt er nog aan en de engine update komt er ook nog aan. En jezus, het wordt wel een pittige battle hier in het middenveld, McLaren, Renault. Dan hebben we Haas, Alfa Tauri en wij komen wel een beetje dichterbij, maar het is nog steeds lastig. Nou, weer even de shitty onderdelen voor de training erop. En dan kunnen wij weer gaan trainen, even oefenen. En de standings, ja, Bottas staat nog steeds vooraan. Hamilton komt wel iets dichterbij, maar Max staat alweer 100 punten bijna achter. En dan gaan we maar beginnen. Kijken of die lukt. En hij lukt gelukkig. Maar hier een personeel update bij de fitness. Daar hebben we niet heel veel aan. En de durability is geupgraded ook. Zo, en hebben we 407 puntjes binnengehaald. George heeft ook nog wat gedaan. Dan hebben we weer 2000 om uit te geven. Dus dit gaat helemaal de goede kant op. En een hoop XP erbij voor ons level. De kwalificatie komt er natuurlijk zo aan. En het blijft droog tijdens de kwalificatie. Maar het gaat... Oh my god, het gaat regenen. Al zo gek. Dus ik denk dat we wet inter soft gaan of zo. I don't know. Of wet. En we hebben natuurlijk genoeg munten voor een goede upgrade. En zij zeggen van, hey, doe maar eens eventjes weer een Edo update. Dus laten we die maar gaan doen, hè. We hebben nog 700 munten. Hebben we dan genoeg voor deze? Nee, die kost 900. Verdorie. Ah, deze kunnen we wel doen. Dan denk ik dat we die ook meteen meenemen. Let's go. En natuurlijk niet vergeten de motor te upgraden. Dat was bijna te laat. Maar gelukkig net niet. Ja, die zit op 62%. Jammer dan. En hier moeten we ook wel. Dat gaan we niet redden dit seizoen met deze onderdelen. En we krijgen meteen een fout bij de kwalificatie. Het koelingssysteem is kapot. Daarmee gaan wij 6 minuten van onze kwalificatie kwijtraken. Beetje jammer dit. En dan kunnen wij nu een rondje gaan neerzetten. De setup, die heb ik niet eens erop gezet. Dat ben ik gewoon helemaal vergeten. Gelukkig checken we het even. En dan kunnen we nu maar gaan, hè. Tijd voor onze eerste en misschien wel laatste run. Zij moet foutloos gaan. We zijn een beetje... Ja, ik heb getraind zonder setup. Dat is niet heel slim. Nu weet ik ook niet hoe de slijtage is van de banden. Maar het gaat toch regenen, dus... Op zich maakt het allemaal niet uit. Even wat liften. Nou, dit is geen perfect rondje. Dus ik denk dat we dadelijk nog wel een laatste run moeten doen. Als het kan natuurlijk. Maar, I don't know of we daar tijd voor hebben. Oké. Hopti. En dan hierdoor naar, ik weet niet welk nummer die bocht is. Maar je kan er flat out doorheen. Ik weet ook niet waarom hier... bordjes staan met rempunten. Dat was bocht 10. Naar weer bocht 11. Waar ik echt als een krant doorheen ga. Terwijl de achterkant bijna afbreekt. Uitbreekt. Gaan we door naar bocht 12. Die een keertje redelijk soepel gaat. Nog eentje terug voor de zekerheid. En hier op naar de finish. Met spinnende achterbanden. En dat is... dramatisch. Ik heb het niveau omhoog gezet omdat het de vorige keer te makkelijk ging. Maar misschien staat het nu wat hoog. Ik ben bijna een seconde langzamer dan George. Ik denk dat ik even extra onderdelen ga vrij spelen. Maar dat is niet chill als ik daar meteen mee moet gaan rijden. We starten nu toch wel achteraan. Dit is niet echt ideaal. Soms dan bij de training kan je dat wel doen of iets. Maar ik moet gewoon nog naar buiten. Met een vers setje banden. We don't give up. Maar dit ziet er niet best uit. Nee, dit gaat niet bepaald beter. 14e. Dat is P20. Russell P10. Zoem maar.
En ik ben toch laatste. Hé, hoezo moeten we nou onze nieuwe rival kiezen? Ik heb nog niet eens gezien wie de andere was. Nou, laten we maar voor Gasly gaan, want de rest is extreem moeilijk. Nou, ik start achteraan, dus ik ga nu ook de penalties pakken. Het boeit me eigenlijk even helemaal niks. Ik moet gewoon even extra onderdelen hebben. Ja, ja. We zien de regen al en we gaan een kijkje nemen naar de grid. Maar Bottas staat gewoon weer op pol met Leclerc en Max Verstappen achter zich. Vettel heeft ook netjes gedaan met Albon, Stroll, Ricciardo, Sainz, Ocon, Kvyat. Waar is Hamilton? Hamilton heeft een 10 plek grid penalty. Norris, Grosjean en Magnussen staan daarbij. Russell P15. Dan hebben we Pierre, Kimi, Perez, Giovinazzi. En wij met een 192 plekken grid penalty. Hey, daar zijn we trots op, hè? Hoeveel grid penalty plekken heb jij ooit gehad? Nou, daar staan we dan in de zeikende regen. Verdorie, wat een viezigheid. En we moeten zelfs gaan stoppen. We moeten op de wet gaan rijden en gaan stoppen. En ja, wanneer zal dat zijn? Een rondje 20 of zo? 20 of 23 of zo? Naar een softsetje? Nou, het is ook nog eens vies, grijs en grauw. Dit is niet bepaald de race mood of iets die leuk is. Oh my god, ik zie echt helemaal niks. Ik zie helemaal niks. Ik zie de weg niet eens. Het is dat we die lijnen hebben, maar jongens. Dit wordt een rode vlag of iets, jongens. Want dit is niet oké. Ik moet bijna mijn ogen gaan knijpen. Nou ja zeg. Ik zet hem hier naast Giovinazzi. Dit is echt verschrikkelijk. En moet ik hier een uur in gaan rijden, jongens? Ik moet hier een uur in gaan rijden. Daar heb je toch helemaal geen zin in. We zijn bijna bij Russell. Ons teammateje. Maar ik heb echt letterlijk geen idee waar ik rijd. That's a decent start. Good job. Nou, één plekje hebben we weten te pakken. Giovinazzi. Maar die komt er meteen weer langs. Is TNI ook nog eens beter in de regen? Ga je me dit ook nog even zeggen? Kunnen we het beter al meteen opgeven hier? Oh, wat een ellende. Zo erg heb ik nog nooit een race voor rijden, jongens. Dit slaat wel echt het toppunt van regen en vies en grijs en grauw weer. Ik kan ook vrij weinig doen. Ik kan hier wel eens op proberen, maar... Nee, het heeft geen zin. Het heeft allemaal geen zin. Het kan nog spannend worden op het einde ook. Wanneer het stopt met regenen, maar we zitten nu best wel dicht bij Giovinazzi. En we zijn aan de binnenkant aan de voorbij. Met Rich Fuel. Nou, dat was het niet, Jeff. Goh. Maar het was wel een briljante move. Een nieuwe strategy is available. Oeh, naar de Inters. Yes, let's go. Daar gaan we voor. Als Russell in ieder geval niet meteen al naar binnen gaat. Ah, Russell die gaat naar binnen. Dus dat betekent dat wij even een rondje moeten wachten. Anders staan wij vast in die pitstraat. Oh, en er is een gele vlag. Terwijl we ook nog een nieuwe strategy krijgen. Oh, oh, oh. Valtteri Bottas out of the session. Virtual safety car. Dit is goed, dit is goed, dit is goed. Wij gaan naar onze Inters. Kijk, dit is top. Thanks game, het lijkt wel alsof dit speciaal voor ons gedaan is. Virtual safety car ending. Oh, ik moet bijna stilstaan hier. Oké, dit is groen. En dan gaan we dan de pit in. Voor onze Intertjes. Ik hoop dat we enigszins nog wat tijd hebben gewonnen, maar... Nou, nu kan iedereen weer snel gaan rijden, dus ik denk dat het wel meevalt. Het moment van de waarheid. Gaan we nou echt letterlijk helemaal achteraan eindigen. My god! Nou, dit is niet goed voor ons uitgepakt. We lopen in op Magnussen. Dit ziet er goed uit. En we kunnen weer wat zien, jongens. Het is lekker op die Inters. We kunnen lekker cruisen. We kunnen lekker inlopen. En steeds meer risicootjes nemen. Maar niet te veel, want het is nog steeds glibberig op de baan. Dus daar moeten we een beetje mee opletten. Oké, Jeff. Fuel to mix to. Ja, ja. Nou eens even kijken of we op het lange rechte stuk iets kunnen doen. Ik ga hem wel een beetje zenden.
Maar dat ging het niet helemaal goed, hè? Oh, ik moest bijna van de baan af. Hey. Magnussen gaat de binnenkant verdedigen. Gast! Oh my god. En dat was niet de meest clean overtake. Maar hey, het is Magnussen, hè? Die verdedigt met ellebogen. Dus we hebben even een klap moeten opvangen. En dat was hem dan ook. Een nieuwe strategy. Oeh. Wij gaan naar die soft. Ik weet alleen niet in welke ronde. Maar dat zien we vanzelf wel. Is het echt al zo droog? Oké. Very good, very good. Oh, en het lijkt erop dat Kimmy en zo naar de pitstraat gaan. Wat doen zij, wat doen zij, wat doen zij? Ik ga even kijken. Het is mij allemaal rode banden. Geel zie ik ook. Ik ga hem proberen uit te rijden op een setje gele banden. Ik denk dat dat wel wat verstandiger is dan twee keer rood. Anders moeten we nog een keer gaan stoppen. Daar hebben we echt geen tijd voor. Oké, het is ook echt letterlijk gestopt met regenen. Kimmy zit wel op die soft. Maar die moet nog een keer stoppen. En het regent nog. Dus dan krijg je toch ook helemaal geen temperatuur in die softland. Of ben ik nou helemaal gek, hè? Ik wil voor Magnussen blijven, maar ik moet echt alles op alles zetten om dat waar te maken. En we hebben niet meer veel ERS en fuel left om dat, ja, te doen. Dus het is echt, geen enkel foutje mag gemaakt worden. En we moeten zorgen dat hij niet aan mij voorbij komt als Perez langs Magnussen komt. Dan denk ik wel dat Perez ook nog langs ons komt. Want ja, hij is een snellere auto. En hij zit op die softband. En dat is precies wat er nu hier gebeurt. Oi, 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 dit is niet goed. Ga nu de softrunners de pit in. Ha! Kijk eens aan, joh. We staan dadelijk... Oh, nee, we staan op P12. Net niet in de top 10, maar hallo. Daarom ben ik niet naar die softband gegaan, jongens. Ha! Die slijt als een malle. Oh, dan moeten nog meer mensen de pit in. P11. Oh, nee, ik ben niet aan het opletten. Daar is Magnussen. Ik send hem terug waar ik hoor. Hij moest even op zijn rem. Maar we zitten er nog net voor. Oh, en daar is een gele vlag. Er is een gele vlag hier op het langrechte stuk. Hier aan de linkerkant gaat Ocon uitvallen. Ocon valt uit. En nu kan Magnussen... Oh, jawel. Hij kan net wel inhalen. Oh my god. Paniek. 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 Hier kan ik net even met die ERS wegrijden. Ben ik in de top 10? Oei, die valt natuurlijk net uit. Oké, nu gaat het. Nu is het nog meer waard, dit plekje. We gaan echt never, never, nooit Magnussen hier langs laten. Give me the point. En dan gaan we zo meteen het laatste rondje in. Gaat dit genoeg zijn? Gaat dit genoeg zijn? Please. 3/10, 15e, 14e, 3/10. Kom op, gas erop. 3/10, 2/10. Nee, dit haalt hij niet. Ha! Final lap of the race. Eerste lange rechtstuk overleefd. Oh nee, Gasly is er ook opeens. Oh, Gasly, wat doe jij nou hier? Ah, nee. Ik ga naar de binnenkant. Nee! Ik ga hem weer senden. Klein wieltje tik, maar dit is meer dan... Dit is meer dan de plek! Magnussen, ga weg! Oh nee! Wat erg! Waar is een gele vlag? Ik ga hem hier aan de binnenkant zetten! Oh, hij moest uitwijken! Dat had hij natuurlijk helemaal niet hoeven doen, maar... Hij deed het wel. Ik ga de deur een beetje dicht doen. Om een kiertje mag hij staan, maar... Pardon, 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 pardon. Wat is dit voor een battle? Zijn we Gasly onderweg tussen kwijtgeraakt? Sorry Gasly. Maar dit was me even iets te veel waard. P10 Grosjean staat gewoon voor ons.
Wat de hel? Nou, en Max Verstappen heeft weten te winnen. En daarnaast hebben we Leclerc en Vettel. Dus Ferrari Power die heeft het wel even laten zien vandaag. Nou, dan hebben we weer het resultaat, jongens. Max Verstappen, Vettel, Leclerc, Hamilton van P11 naar P4. Netjes met Albon, Stroll, Sainz, Ricciardo, Grosjean. En daar staan wij van P20. Magnussen, Norris, Kimi, Russell, Perez, Giovinazzi en Gasly. Oeh, die is dan toch met ons akkefietje gespind. Ik heb niet echt wat meegekregen, dus een beetje jammer, sorry. Met Kvyat, Ocon en Bottas, die is uitgevallen. En Ocon natuurlijk ook op het einde. En dat was de video voor vandaag. Vond je het nou leuk? Smash vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk als je nieuw bent. En doe het belletje aan, zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie de volgende keer, jongens. Later!